Ja, dat is even schrikken als je mijn dikke vette hoofd ineens op je beeldscherm ziet. Maar het is niets minder dan de allereerste Simon Says en de allereerste keer dat ik dit doe. Een vlog opnemen en ik weet er niet zoveel van, maar ik ga het dus dagelijks doen. Vanaf nu en schrik niet, dat is best wel dagelijks. En misschien vind je het helemaal kut, maar ik dacht laat ik eerst even voordat jullie zeggen dat het helemaal niks is. Gaan uitleggen wat de bedoeling is en dan doen we spelregels en dan geef ik een hele... fucking brute prijsvraag weg aan een van jullie. En dan zijn we compleet. Dan kunnen we door naar morgen. Dus, eerste stap. Wat is de bedoeling? De bedoeling is dat ik dagelijks een filmpje ga uploaden. Op Instagamer. Waarin ik in deze setting. Of niet zo lang meer. Want ik ga verhuizen. Maar in ieder geval. Waarin ik een shabby webcam filmpje opneem. Waarin ik iets behandel. En de ene keer gaat dat prijsvragen zijn. De andere keer gaat dat. Denk ik. Nou, ik pak een retro game erbij. Of ik ga een stream doen. Of ik ga gewoon vragen van jullie beantwoorden. Of meenemen. Of ik ga het over compleet iets anders. Anders hebben als ik zeg van, oh, vet voetbalwedstrijd gezien en zegt, ik moet het even over hebben, onopgeloste zaken gisteren, super spannend, kan ik wachten, waarom is het niet opgelost? Ik ga het gewoon zeggen en dit wordt mijn plekje om alles te droppen wat ik kwijt wil en jouw plekje om te kijken als je daar nog geïnteresseerd bent of niet, als je dat niet wil. En daarvoor hebben we ook een e-mailadres aangemaakt als je wil reageren, dat is Simon Says, S-A-I-M-O-N-S-A, Griekse I. s@instagamer.nl en daar kan alles heen wat je wilt, maar voordat we daarheen gaan, eerst even de spelregels, dacht ik, beginnen met mijn spelregels. A, ik mag alles zeggen, dus ik mag ook zeggen, ik mag sowieso alles zeggen wat ik wil. En ik heb ook tegen de hoge bazen bij Sonoma Instagamer gezegd, luister, ik ga dit doen, wil dit doen, maar alles wat ik zeg, gaat door, dus je mag niet knippen, niet handen, niet tegen me zeggen, hey, dat mag je niet zeggen. Dus als ik bijvoorbeeld, ik lees bijvoorbeeld heel vaak reacties van jullie, waarin jullie zeggen, hey, videocontent leidt eronder op Inside Gamer, omdat Inside Gamer TV, wat ik ook presenteerder is, ik kan bijvoorbeeld zeggen dat dat niet waar is, en dat dit filmpje, deze filmpjes die ik ga maken, deze vlog, zeg maar geen invloed heeft, dat er daardoor minder content op Inside Gamer komt. Ik kan bijvoorbeeld ook zeggen, dat achter de schermen die jongens wel bezig zijn met fatsoenlijke producties, montage, alles, en dat ze grootse plannen hebben. Ondanks dat zij dat dus niet willen, weet ik zeker. Alleen, dat ga ik gewoon nu zeggen. Bij deze heb ik het gedaan. Dus dat was een spelregel. Ik mag alles zeggen wat ik wil. B, nog een spelregel voor mij. Ik weet nergens de fucking ballen verstand van monteren. Dat soort dingen. Ik kan denk ik wel een brute foto van een hond laten zien. Zo. En dat is episch en er stond zelfs muziekje onder. En daar houdt het een beetje op. En daarom, ik heb ook niet vette geluidsapparatuur, cameraapparatuur. Nee, dit is het gewoon. En hier moeten jullie het mee doen. En dat was eigenlijk zo'n beetje mijn spelregels. Waren dat eigenlijk al? En ik dacht, oké, jullie hebben ook spelregels nodig. Eerlijk is eerlijk. Eerst spelregels, niet onbelangrijk. Je mag best wel haten, want het kan best wel voorstellen. Het is natuurlijk het internet dat je zegt, Simon, je bent helemaal kut. Ik heb echt nooit zo'n tiefskop gezien. En je filmpjes zijn kut. De kwaliteit is echt om fucking van te huilen. En ik ga weg, kom nooit meer terug. En dat mag. Als je dat vindt, moet je het zeker, zeker even laten weten. En ik zat te denken, misschien is het wel slim. Ik waarschuw je, als je het zeg maar 3 keer doet, onder 3 verschillende items, dus 3 dagen achter elkaar of zo, dan denk ik van ja, oké, goed. Alleen als je dan die 4e keer ook nog gaat doen, dat ben je een beetje raar. Want dan ben je dus elke keer op een item aan het klikken waarvan je weet dat het kut gaat zijn. Want je weet dat je het kut vindt. En toch ga je elke keer erop klikken. En dan doe je dat toch echt zelf. Dus dan ben je die guy. Zo, oh, heb je hem weer. Hij gaat weer zeggen dat het kut is. Terwijl iedereen dan eigenlijk denkt van, gast, klik dan niet op deze shit. Dus bij deze, je moet zelf weten. Kijk, als jij 30.000 keer wil zeggen, ah, het is helemaal kut. Moet je vooral doen. Als je daar gelukkig van wordt. Alleen dan ben je wel die guy die dus de hele tijd op iets klikt wat hij kut vindt. En ik zat te denken om jullie, om de haters zeg maar een beetje tegemoet te komen, zal ik vragen aan de vriendelijke jongens van Inside Gamer om hierna niet meer mijn grote fucking hoofd op de frontpage in een groot plaatje te knallen. Zodat je ook nog verplicht wordt aan te zien. Maar gewoon een linkje netjes in de dagelijkse dingen waar je dan niet op moet klikken. Dus omdat je het kut vindt. Oké, dat is spelregel. En het is natuurlijk veel toffer als je het wel leuk vindt. En dat was nog een nieuw spelregel voor jullie. Ik zou het heel tof vinden als jullie meedenken. Wat ik zeg, want ik heb hier geen verstand van in de zin van, ik weet niet hoe jullie hierop gaan reageren. Ik weet niet wat leuk is, wat werkt, wat niet. Dus drop alles wat je wil zeggen, ook vooral hieronder. En drop het ook vooral naar dat e-mailadres. Dus wat ik misschien wel hieronder in beeld gemonteerd kan krijgen. Of misschien helemaal ook niet, omdat ik dat dus niet kan. Maar dan had je het moeten onthouden. En daar zet je gewoon in, weet je wat wil. Misschien zeg je van, hey, morgen man, fuck, ik wil echt super graag Final Fantasy 13 Lightning Returns hebben. Want ik hoor dat je helemaal bijna uitgespeeld hebt, Simon. Klopt. Of je zegt, weet je, ik heb een vet idee, je moet dit gaan doen, of je moet deze game streamen, of misschien moet je dit meer doen, misschien moet je langer korten. Al jouw ideeën, alles wat je wil zien, alles waarvan je denkt van, nou, dat zou tof zijn. Gooi dat vooral op die mail, gooi het vooral naar mij toe, gooi het in de content hieronder, of in de comments hieronder. En dan kunnen we er denk ik samen echt iets heel tofs van maken. En dat lijkt me het belangrijkste.
En dat was niet het belangrijkste. Want het allerbelangrijkste is dat ik ook nog iets vets ga weggeven. Ik denk, laat ik eventjes bij deze introductie meteen even bam, deze vette watchdog statue weggeven. En als je afvraagt, waarom haal je hem niet in beeld? Komt dat ik dus thuis zit. En ik heb het beeldje niet hier. Dus Michel Mus heeft foto gemaakt. En daarom weet je ook waarom de foto best wel leem is. Omdat Michel niet zo goed kan fotograferen. Anyways, dat is dus de eerste vlog. En over 10 jaar, als dit episch wordt en iedereen vindt het fantastisch. En dit is de best bekeken vlog op aarde. En we hebben er met z'n allen iets tofs van gemaakt. Dan gaan we nog een keer terugkijken naar deze. Want het was de eerste. En daardoor legendarisch geschiedschrijving. Ja, drop vooral alles wat je wil. En ik zat te denken, ik geef dat beeldje weg aan degene die ik een leuke inhoudelijke reactie zie geven hieronder in de comments. En dat hoeft echt niet per se te zijn van, Simon, je bent fantastisch. Ik wou dat ik zoals jou was. Inhoudelijk, bla bla bla. Nee, het kan ook iemand zijn die zegt, ik vind het niks om deze en deze en deze reden. En dan, weet je, misschien reageer ik daar wel op. Of als je vragen hebt, al die dingen, stuur dat gewoon door. En ik pak er een inhoudelijke reactie uit die ik leuk vind. Die krijgt die watchdog statue. Je kunt ook op Twitter, @simonzeilemans.nl, maar zonder.nl reageren. En ik kies er een uit en het is echt niet de meest positieve dus, maar het kan alles zijn. Eentje waarvan ik denk van ja, hier heb ik iets aan. Dat is het. En nou heb ik het goed gezegd, hier heb ik iets aan. Dat moet ik doen. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. En het zal vast nog slechter worden voordat het beter wordt. Of misschien wordt het wel alleen maar epische vanaf nu. Maar je hebt in ieder geval, één van jullie heeft in ieder geval een vette Watch Dogs statue te pakken. En ik zie jullie morgen, want zo werkt het. Met dagelijkse dingen. Yo!